Hallo en welkom bij een nieuw tutorial van Gemstones. Ik had een verzoek of een polletje geplaatst voor een portret van honden. En ik dacht, we gaan even beginnen met de basis. Dus ik zet hier even een schetsje van een hondje neer. En dan ga ik dus even bespreken wat voor verschillende soorten vachten dat je allemaal kunt schilderen. Ik begin gewoon met een cirkel. En dan zet ik even twee oortjes aan. Gewoon op dit moment even dezelfde. Het is gewoon een schetsje. En dan kan ik gaan gebruiken om jullie te leren over verschillende soorten technieken. Je mag best het hondje ook schilderen, maken. Je kunt beter wat oefenen met verschillende soorten vachten. Voordat we dus op een steentje gaan zetten. Zo, even een streepje hier zo en deze even naar onder maken. Dan, dat is het neusje hier, een boogje en dan een half rondje. En deze trek ik dan met een boogje naar boven. En dan zet ik een streepje hier zo. Dan weet ik in ieder geval dat die oogjes op dezelfde hoogte zitten. Hier ook eentje. Deze even wat rechter maken. Dan heb je eigenlijk al een leuk schetsje van een hondje. Ik ga hier even een andere oor aan zetten. Dan kun je het verschil zien. Dus gaan we hier zo rechts dan de oor op zetten. Zo. Kijk, dan heb je toch al twee verschillende soorten hondjes, lijkt het net, hè? Kijk, zo heb je een hondje en dan kun je deze helemaal anders maken om een andere ras te doen. Dit lijkt, doet me meer denken aan een herder of iets anders. En deze is meer een cocker spaniel met zo'n langharig gevalletje. Dus nou, die ga ik straks dan gebruiken als voorbeeld voor jullie, zeg maar, om de verschillende haarstijlen te doen. Je kunt ook nog het oogje anders maken. Kijk, bijvoorbeeld bij een herder heb je meer een amandeloogje. Dat is echt zo'n meer puntig oogje. En deze, een kokkerspanje, is meer rond. Dan zie je dus dat je dat ziet als een rond oogje. En dit is meer een amandeloogje. En een wangetje kunnen we ook nog een beetje wat platter maken. Want een kokkerspanje heeft ook een plattere wang, zeg maar. Een beetje met de hangere lippen. En deze kan je wat scherper maken. Ik doe eventjes dit laten zien op een stukje papier op dit moment. Omdat ik anders ga ik zoveel stenen gebruiken en dat vind ik zonde. Dus om de basis te leren ga ik gewoon beginnen om jullie in ieder geval uit te leggen wat het verschillende soorten stijl is van haartjes. Dus ik begin gewoon met een basiskleurtje, een plat kwastje en ik zet gewoon een cirkeltje zo op papier. En de allereerste vachttype is de kortharige of de gladharige. En dat zijn eigenlijk gewoon korte streepjes die dus met een platte kwast gewoon kortere veegjes maken. Gladharig zijn ook wel de honden eigenlijk die het makkelijkste en snelste, zeg maar, een mooi resultaat hebben. Dus als je gladharig hebt, dan denk je aan een gladharig tekkeltje. Deels van bijvoorbeeld, ik moet even denken, een Jack Russell is ook een gladharig. Hier heb je natuurlijk ook wel een ruwharige. Maar wat nog meer, Staffordshires. Dat zijn eigenlijk allemaal gladharige, kortharige hondjes. En net wat ik zeg, dat doe je dus met korte streepjes, ga je dus die vacht opzetten. En je gaat altijd met de haartjes mee.
Dus, maar dat heeft een beetje zo'n effect. Gewoon korte streepjes zetten met de platte kant van de penseel. Dus niet vlak. Nou, hier gaan we nog een cirkeltje maken. Ik pak altijd een basiskleur, dus ik zorg altijd voor een basiskleur. Je kijkt gewoon op de foto wat voor basiskleuren dat jij ziet. En die zet je eigenlijk al op je juiste plaatsen neer. Nou, dit is een grovere penseel. Nu ga ik dus laten zien wat je een ruwharige. En dat zijn eigenlijk met een droge penseel ga je dus die streepjes zetten. En omdat je een hardere penseel hebt, krijg je dus ook hardere, dikkere vegen. En dat heeft meer het idee van een ruwharig rondje. Je gebruikt gewoon ook altijd een basiskleur. En daarboven gebruik je dus de lichtere en de donkerdere tinten. Dus ik heb op mijn palet deze beige kleur die ik dus net heb gebruikt. Ik heb wat wit en ik heb wat zwart en ik heb wat bruin. En ik gebruik gewoon drie kleurtjes en ik ga gewoon, ben gewoon aan het spelen. En ik zorg gewoon dat ik altijd met de haarrichting meega. En dit lijkt meer op een weerborstel. Maar ik probeer dat dan ook altijd zo te houden. En doordat je laagjes aanbrengt, krijgt dus je schilderij ook diepte. En zorg je dus ook altijd voor realistisch schilderen. Dus veel laagjes aanbrengen. En niet te bang zijn om het eventjes te laten drogen. Ik ga hier nog eentje zetten, nog een cirkel, want we hebben nog een vachttype. En dat is de langharige. Dus het allereerste, het makkelijkste is de kortharige, dan de ruwharige en nu de langharige. Nou, ik gebruik hier een wat zachtere penseel en ik veeg dus met een beetje verwaterdere verf. Dus ik pak dus niet dikke verf, maar ik gebruik echt gewoon een beetje een verdunde verf om zeg maar langere vegen te kunnen maken. En ook deze bouw ik dus op met verschillende soorten tinten van mijn verf. Het is belangrijk dat je verschillende soorten tinten gebruikt, ook omdat je dus op die manier dus diepte aan het opbouwen bent. En je moet niet te bang zijn om er overheen te blijven gaan, want hoe meer laagjes dat je gaat zetten, des te meer dat het dus gaat lijken op haar en vacht van zo'n prachtige langharige hond. Als ik aan langharige honden denk, denk ik bijvoorbeeld ook aan een golden retriever, is al langharig. Je hebt de Schotse herder, de border collies, die hebben allemaal van die dikke vacht aan de onderkant. Maar soms heb je ook wel eens katten, die hebben ook van die langharige mooie vachten. Van die zachte haartjes. Dus opnieuw met een dunner, zachter penseeltje, steeds meer laagjes brengen, net zolang tot je dus tevreden bent met het resultaat. En kun je altijd nog eroverheen blijven gaan. Dus ik blijf gewoon hier, ik heb aan de bovenkant hier wat wit. Dan heb ik echt al een bolletje haar. Nou, deze is het moeilijkste en dat is de ruw of de krullende haartjes. Die vind ik nog heel erg lastig. Ik ga je in ieder geval laten zien hoe je de basis zet. En dat zijn eigenlijk dus allemaal krulletjes. Dus je begint gewoon echt met rondjes te zetten. Door elkaar, kriskras, over elkaar heen, want zo zijn die vachten eenmaal van die honden. En net zoals zegt, deze die kost wat meer moeite. En vaak ook is het fijn als je dat gaat opbouwen in verschillende tinten. En je kan van donker naar licht brengen, werken of van donker naar licht of van licht naar donker. Dus maar net wat je wilt. Maar ook hier is het dus belangrijk om dus niet te vergeten om in laagjes te werken. En probeer dus inderdaad dus die krulletjes hier en daar gewoon neer te zetten. Dan heb je eigenlijk
het idee van een ruwharig hondje of een vacht. Ruwharige honden, och, die heb je ook al zo... Oh, ruwharig, ik zeg ruwharig, het is niet geen ruwharig, die hadden we al gehad. Van die krullende hondjes, labradoodles, poedels, dat soort vachten, die zijn allemaal heel erg leuk en donzig. Maar dat zijn heel erg moeilijke. Hier kun je altijd nog bij die gladharige kun je ook altijd wat highlights aanbrengen met een wat dunner penseeltje die ik niet in mijn handen heb. En die kleine streepjes bovenop, zeg maar, waar je dus die lichtere tinten ziet. En dan kan je dus overal kun je dat doen. Dus op die ruwharige ook. Maar dan moet je zorgen dat je je penseel, zeg maar, een beetje rechter gaat houden. Zo. Dit is gewoon het basis wat ik probeer jullie uit te leggen. Dat ik dus met mijn hondenportretten, dat ik altijd moet goed kijken wat voor hond heb ik hier. Wat voor hond is het? En jullie weten dat ik er al heel veel heb mogen maken op stenen. En ze vergen dus allemaal een andere techniek die ik dan gewoon gebruik. En de ene keer werkt zo'n techniek beter als de andere. Want niet elke steen is natuurlijk ook hetzelfde. En sommige zuigen juist heel erg en sommige juist niet. Dus het scheelt heel enorm wat werkt voor jou. Dit werkt gewoon voor mij. En je moet gewoon zelf even proberen een beetje oefenen voordat je gaat beginnen. En nou, vandaag ga ik dus die portret zetten op die steen. Dan kom je misschien nog wel op terug. Gewoon neem je tijd. Even oefenen. Wat voor vacht is het? Ben ik tevreden? Lukt het me? Heb ik de juiste materialen? Heb ik de juiste kleuren? Dat zijn allemaal vragen die je moet gaan stellen. Voordat je gaat beginnen met een hondje schilderen. Dus, nou ja. Jullie hebben het idee ongeveer. Dus krulletjes, blijf je dus ook krulletjes zetten. Dat zijn allemaal van die mooie boogjes. En heb ik gezegd, die lopen nooit zelden. Dus die lopen allemaal een beetje door elkaar heen. Zo zet ik dus wel eens een krulvacht op een hondjes op een steen. Nog een paar krulletjes. Zo. Ook als je ik ga straks natuurlijk ook verder met uitleg en dan gaan we dus een foto pakken. En dan ga ik dus vertellen wat voor manieren dat je zo'n foto kunt zetten. Nou, we gaan gewoon eventjes dit hondje even verdelen. Ik begin met een wat donkerdere tint, zeg maar, tussen die twee oogjes tot hoogte van dat streepje wat ik had gezet. En aan de bovenkant heb je hem wat lichter, want meestal valt daar het licht op. Dus ik gebruik gewoon dezelfde. Nou, dit is papier en dat zuigt heel erg, dus het trekt eigenlijk veel te snel in, maar het maakt niet uit. Kijk, ga ik gewoon overheen met nog wat van dat donkere bruin. En hier een beetje lichter. En ik begin eigenlijk, alle hondjes beginnen eigenlijk met een basiskleur, wat dan lijkt op een gladharig hondje. Dus schroom je niet, zeg maar, om gewoon te beginnen en kijk goed naar je foto, je referentiefoto, over waar zitten hier al die donkerdere plekken en waar zitten de lichtere plekken. En die basiskleuren zet je dan als het begin op je tekening, dus op je steen. Dan heb je meestal een wenkbrauw die wat lichter is, want dat valt op, want daar valt het licht op. Dus dat is altijd een tintje lichter. En dan net boven het oog is het dan weer donkerder. Dus zie je hier, dus dat als hier dat beige kleur hebt. Zo.
Het zou nog steeds hetzelfde soort hondje kunnen zijn, toch, hè, op dit moment. Dus het is nog steeds een basis. Hier aan de onderkant van het oogje is het ook wat donkerder. Streepje zo naar je wang. Hier mag het wat lichter. En dan blend ik dat zo saampjes. Net onder het oogje. Klein beetje lichter maken. Een beetje grijzig. En net als ik zeg, dit is gewoon even om te oefenen. Hè? Dus het is geen, dit is geen portret. Het is wel een hondje. Maar ik probeer gewoon uit te laten. Of ik leg gewoon uit wat ik doe. Als ik zeg maar een portret maak voor iemand. En met verschillende soorten vachten. Dus ik ga het gewoon expres maak ik deze kant van dat hondje anders. Zo. Komt dat verder naar beneden en het is wat rechter hier. Ziet er best schattig uit, hè, toch? Leuk om te zien. Nou, om met een wat lichtere basiskleur doe ik het snuitje even invullen. Dus het is de beige kleur weer. Tot net boven aan het neusje. Zo. Wat beige, wat lichter. En dan net boven het neusje mag het wat donkerder zijn. Zie. Dan weer de rest wat lichter. Ik vul het gewoon eventjes op zo. Ik heb nog steeds hetzelfde penseeltje in mijn hand. Je ziet het, hè? Het is gewoon eigenlijk mijn ooglijner penseeltje. En ik gebruik gewoon deze voor meestal de basiskleuren en zo. Maar als ik kleiner stukjes werk, dan is het... Deze is helemaal fijner. En als ik een grotere stukken werk, dan is het een fijner om natuurlijk een grotere penseel te pakken. Maar ik pak wat grijs. Het is nog geen zwart. Om eventjes zeg maar de net onder het neusje. Om daar een beetje een wat donkerdere snuitje te maken. Dat doe ik aan de andere kant ook. Alleen die ga ik wat breder maken. Dit onderbekje. Zo zie je het wel beter. Dus dit is bijna de basis zeg maar, van het hondje. Dan ga ik dat oortje even goed zetten. Dus ik doe een beetje een boogje hier. Even wat lichter pakken. En dan hieronder. Dus doe ik gewoon even met het beige. Hier loopt het een beetje in. Meestal zo'n oortje heeft een soort inham, zo'n hak uit het oor lijkt het net. Dat probeer ik ook altijd neer te zetten. En dan hier is het wat donkerder. En de rest gaan we straks doen met rood. Gebruiken we wat rood voor, maar niet helemaal natuurlijk met rood invullen. Dan hier het oogje, oortje. Die andere oortje is een hangoortje. Nou, ik heb hem een beetje net een beetje te breed opgezet. Maar als ik dan aan zie ik dat meteen. Dus dan doe ik dat even meteen zo goed zetten. Even invullen. Zo. Hier wat donkerder. Daar valt dan de schaduw op.
nog wat donkerder. Zo. Nou, dat is een basiskleurtje zo. Hier nog even wat lichter maken. Even met dikke potloodstrepen uitgummen. Dan kunnen we het wat beter volgen. Zo. Nou, hier ben ik al flink uitgeschoten, hè. Jeetje, wat zijn we toch lekker slordig aan het werken. Nou, hierboven wat lichter. Dus met een beetje wit. Een beetje de crème wat verdunnen. Hier ook wat. Hier liep dat snuitje een beetje te breed. Een beetje wat bruin. Ook opnieuw zorgen dus met verschillende soorten kleurtjes verf dat je dus basis aanlegt, maar ook dat je diepte in je tekening aanbrengt. Op dit moment lijkt het nog steeds dat het zou nog steeds hetzelfde soort hondje kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, de ene kant van het wangetje is wel wat breder, maar in principe zou het nog kunnen. Maar daar gaan we straks wel verandering in brengen. Ik doe even het neusje en ik gebruik gewoon wat grijs. Het is wat donkergrijs als basis van het neusje om in te vullen. En ik weet je, ik heb dit echt wel snel gedaan. Dit portretje is binnen zeg maar 20 minuten of zoiets is het klaar. Een druppeltje zetten hier zo, dus een duwtje. Druppel en dan een boogje. Dus een soort komma wat je eigenlijk zet op zijn kant. Hier net onder dat dingetje zit dan een beetje lichter. En dan hier aan de bovenkant snuitje wordt ook wat lichter. Je moet nou niet denken dat ik er nou, weet je, dat van, oh, dit is de tutorial voor een hondje op steen te zetten. Ik ga echt wel met jullie in diepte. Maar als jullie de basis niet weten, dan gaat het voor jullie zo moeilijk zijn. Dus ik denk, we gaan gewoon even beginnen met iets makkelijks. Om verschil eventjes te oefenen. En naarmate dat jullie dit straks goed kunnen, want als je denkt van, nou, dit kan ik al niet. Dan gaat een portret op een steen zetten van een hondje, gaat je zoveel frustratie geven, dan zou ik er nog niet aan beginnen. Ik heb dat zelf met als ik mensen moet gaan schilderen, dat vind ik nog zo moeilijk. En ik moet daar ook echt mijn tijd voor nemen, dus neem gewoon even de tijd. Nou, eigenlijk is het, de basis is nu klaar, maar nu gaan we dus, dit oortje gaan we dus langharig zijn. Nou, ik heb jullie net laten zien hoe ik dat doe. Dus ik pak mijn platte penseeltje erbij en ik ga gewoon dus die streepjes, ik ga die oor wat meer diepte geven. Dus echt continu streepjes en het mag dus best over je originele lijntje heen vallen en gewoon eventjes diepte brengen. Allemaal streepjes zetten. Niet te droog maken, want dat is niet mooi voor een langharig hondje. Dus een beetje natter houden. En doordat je het natter houdt, vloeit dat ook veel fijner en heb je ook een heel makkelijk, aan de bovenkant hier, kijk hier, pak je wat lichter. Want daar valt het licht weer op, dus dan zie je dus dat weer een lichtere plaats is. En aan de onderkant heb je meestal wat donkerdere tinten.
En dat mag je natuurlijk ook tussendoor ook wat doen. Probeer ook, zeg maar, je penseelstreken losjes te houden. Dus niet zo stijfjes, maar gewoon een beetje glooiend laten vallen. Met een beetje een bochtje. Kijk, heb je al meteen een ander hondje, hè? Als ik daar mijn hand op hou. Hier ook. Dus begin datzelfde manier. Dat andere, die ene helft, zeg maar. Dus met lijntjes over elkaar heen te laten vallen. Ga ik dus daar ook een langharig hondje van maken. Net wat ik al met die bolletjes ook heb gedaan. Dus allemaal lijntjes over elkaar heen laten vallen. Verschillende soorten dieptes aanbrengen. Oeps, en dan ben ik buiten beeld. Oh, kom op. Ik zie het nu pas. Oh, wanneer ben ik nou terug? Oh boy. Ah, kijk. Meestal zo'n langharig hondje heeft dus net boven een oog een wat donkerder, die oogjes die vallen wat dieper in die schedel. Dus vandaar dat ik net boven dat oogje, dat ik het wat donkerder heb gemaakt. En nu met mijn dunne penseeltje ga ik dus ook hier wat langere haartjes zetten. Ook weer met verschillende tinten van de kleurtjes die ik dus als basis al had gebruikt. Probeer dus ook met de haarrichting mee te gaan. Je mag het ook een beetje overvallen. En je ziet dus als ik, zeg maar, bezig ben met een wat donkerdere kleur, dan ben ik ook met de basis, valt daar ook eigenlijk die donkerdere kleur op. Dus als ik, zeg maar, bij dat zwart net had ik dus een wat verdundere zwarte verf. En als ik nou hier met de lichtere tinten, dan gebruik ik weer die lichtere tinten om dezelfde technieken toe te passen. Dus het is belangrijk dat we dus dezelfde soorten tinten blijven werken. Daar waar je de basis hebt, dat je dus ook daar dus die in dezelfde tinten gaat werken. Nou, even dus het oogje zetten. En dan is deze kant van dat hondje is wel klaar. Net wat ik zeg, het is maar even een basisoefening voor jullie. Normaal gesproken spendeer ik zo'n 8 uurtjes aan het portret. Dus ik... Ik zal ook, als ik ga werken aan een portret voor jullie, zal ik ook versneld moeten opnemen. Want anders, anders wordt het niks. Nou, dit is één kant van het hondje, is al bijna klaar. Even het mondje hier zo. Beetje twinkel. Kijk. Dat is toch een heel ander hondje zo, hè? Nou, nu deze kant. Ik pak gewoon mijn platte penseeltje. En ik ga eventjes wat andere tinten aanbrengen. Gewoon hier aan dit kantje is het dan wat lichter.
En zo breng ik dus steeds laagjes aan, tot ik denk van nou, zo is hij wel goed. Hier heb je een soort wangetje, wat wat lichter is. Dat wil ik zeggen, deze gladharige hondjes, die zijn eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Ik moet af en toe eventjes zelf eventjes de andere kant weghalen, want het brengt me een beetje af van de wap. Dus hier mag het wat lichter. Eventjes te licht gemaakt. Dat komt goed. Even zo. Even kijken. Zo, hier heb je een soort, ook dat lichtere wenkbrauw, zeg ik altijd. Maar ja, ik weet niet of je het een wenkbrauw mag noemen bij een hond. Nou, ik ga eventjes rood pakken. Eventjes een beetje rood op mijn pallet doen. Kijk, ik heb wat rood. En ik pak daar wat bruin bij. En ik maak dat een beetje donkerder. Ja, zo. En dan doe ik een beetje wit erbij. Zo, dat zijn mijn basiskleuren voor het oog. Oor. Niet oog, oor. Eventjes een basiskleurtje. En ik wil nooit puur roze. Want ja, dat ziet er niet uit. Het is gewoon te... Sommige hondjes hebben wel heel mooi roze, maar de merendeel zijn toch een beetje bruinachtig, want er zitten toch nog wel wat haartjes erbij. Nou, dat was simpel, hè? Even dit oogje nog. Ook weer een basiskleurtje bruin. En de mensen die mij kennen, die weten ook dat ik andere kleuren bruin gebruik voor oogjes. Maar nou, ik zeg, dit is maar een oefening. Ja, dit oogje maak ik wat anders. Die heeft een mooi wit randje aan de onderkant. Even de pupil. Zo. Oh, een beetje te dik hier. Nou, we maken er een dotje van. Zo. Klein twinkel. Meer hoeven we er niet aan te doen. Nou, klein beetje hier van zwarte streepjes. Nou, dan zijn we bijna klaar met de oefening. Neusje nog een beetje netjes maken. Het is een grappig hondje zo om te zien, hè? Dit kantje van het mondje moet ook nog een beetje van die langere haartjes hebben. Nou. Mag wat haartjes hier op dat snuitje. Kijk, langharig of ruwharig. En dit is een gladharig. Nou, gladharig, ruwharig, langharig. Nou, en dan onderste is die, ja, pluizenbol. Met langharige is het natuurlijk ook, dus hoe meer dat je daarmee gaat werken, dus hoe meer laagjes er op dat je aanbrengt, dus te mooier dat het wordt. Kijk, ik heb nog een paar meer. Gewoon met een wat natte kwast. En breng ik steeds, krijg je dus steeds meer volume. En oké, deze haren die vegen dus alle kanten op. Maar je kan je eigen voorstellen dat
dit bijvoorbeeld een hele leuke mane voor een paard is of iets dergelijks, dan heb je ook van die lange haren. En omdat je zeg maar zoveel laagjes over elkaar heen brengt, krijg je dus steeds meer diepte en verschillende kleurtinten van zo'n vacht. Nou, hebben jullie het idee ongeveer? Dat was de tutorial van nummertje 1. En ik zeg je, de nummertje 2 ga ik dus verder in detail over de steen. Ik zie jullie graag volgende keer. En niet vergeten te abonneren op mijn kanaal. Zou ik leuk vinden. En zie jullie tot de volgende keer. Doei doei!